ervaring. En ik vroeg me af of die nog gerepareerd kon worden. Dus toen ben ik alle toetsen afgegaan en nou, het meeste was kapot. Maar ik zag dat er nog één toonsoort was waarin ik wilde spelen en waar ik nog iets in kon spelen. En op een gegeven moment ben ik gaan zitten en toen gebeurde het eigenlijk. En toen speelde ik een stuk en het was alsof die piano nog een laatste stuk wilde horen. Die oude piano. En dat was heel bijzonder, want op dat moment stonden er 30 mensen stil hier in de stationshal. 30 mensen die allemaal wisten wat er die dag daarvoor was gebeurd. En ik denk oprecht dat het mooiste applaus is wat ik ooit heb gekregen. Misschien wel ooit zal krijgen. En ditzelfde nummer ga ik nu voor jullie verder spelen. En het is nog steeds een improvisatie en dat gaat het ook blijven. Want ik denk dat dit een tijd is van improviseren en kijken wat er nog wel kan. En al je oude plannen die werken niet meer. Maar er is één ding zeker. En dat is dat de muziek altijd doorgaat. Waar je ook bent en waar je ook kijkt. Het is overal om je heen. En daarom heet het nummer ook Music Never Dies. Thank you.
Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. En natuurlijk bedankt aan de Rotary voor deze hele mooie piano. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar hij is mooier dan de vorige. Dus kom spelen als je in de buurt bent. Wat je maar kan, kom spelen. Dankjewel.